Hello, welcome to the brand new video. Ik ben Martin Bronkaert. Hallo. Het is nog steeds corona. Zet Het is de bedoeling dat de Sims om de 2 dagen komt. Ja. Laadmomenten zijn heel erg stom. En het is kei vroeg. Half 10. Ik ben nog moe. Wauw, hier zijn we terug. Dat is 2 ploepsies. Te zien vindt Axel het niet erg leuk op het politiebureau. Maakt het aan het opgroeien. Oh. Oh, we hebben echte katjes. Yay. Yay. Pusha, pusha. Wanneer gaat het mijn verjaardag? Ja, dat is. Oké, we gaan nog eens kijken. Vroeg. Maar het is toch al geen donderdag? Of is het morgen donderdag? Oh. Ze is heel cute. Ga. Nee. Ga bak vullen. Dierenbak vullen. Vul de bak. Oh. Dierenverzorging. Oh. Normaal kun je die aanspreken van op het ding is te zitten. Dan stoppen die daarbij. Kan dat nog altijd niet. Borstelen. We gaan hem borstelen. Vrienden. Oh. Huisgenoot, ik ben niet echt bevriend met Cyril. We gaan een beetje. Een favoriete band bespreken. En misschien leren kennen, want ik ken hem nog niet. Hier, leren kennen. Nog meer leren kennen. Nu gaan we ook andersom aan Maarten. Leren kennen. Die doen. Een prijscompliment. Oh, kijk. Oh, ze springen op elkaars hoofdje. Ze zijn elkaar aan het likken. Beetje aan het vechten. Oké. Okay. Oh, Axel moet naar de wc. Oh, dit is prima. Volgens mij zijn naar de wc geweest. Oh. Zet de kat naar buiten om een tijdje voor zichzelf te zorgen door afstandelijke kat. Dan is het Max. Jee. Eruit laten. Hij mag eruit. Maar normaal gezien
Kunt u toch zeggen dat het niet op het aanrecht moet springen? Wie zit in een row? Pyrrhus, Kansas. Oh, Gosha. Ik kom erachter dat serieus zijn stem echt niet op die van hem lijkt. Up, ga maar voor Wen op de bank. Goed zo, serieus. Ik ga het met maar. Hey, we hebben gewoon 4000 euro. Huh? Die muur is hier alweer weg. Elke keer is die muur hier weg. Volgens mij moet ik eens de goeie opslaan. Volgens mij heeft de Sims iets tegen die muur. Ik bedoel, tegen die. Tada, tegen die muur. Ja, wow. Dan hebben we ook niet zoveel geld. Maar wat hebben we dan vorige keer gedaan? Wat veel geld heeft gekost? Voor de rest staat alles nog. Zal iemand goed gewerkt hebben, zeker? Hè? Maar je had altijd al 4000 euro. Toch? Ja, zoiets. Juist, slender en het regent. Huh? Liefdesdag was al geweest, denk ik. Of nee. Oké. Okay. Ik dacht dat zijn op dezelfde dag verjaardag. Zondag en zaterdag werkte er niemand. Dan kreeg ik ook geen geld, denk ik. Dat vraag ik mij af. De ouders moeten een weekend niet gaan werken, maar krijgen ze dan geld? Of niet? Denk het niet. Och, iedereen gaat hier zo dom slapen, hè. Tot nu toe, Axel mag ook gaan slapen. Slapen. En Maarten gaat nog een beetje push-ups doen. Wat is daar? Zij gaan sporten? We gaan eens buiten kijken wat er mensen op straat rondlopen. Wij moeten morgen. Moela. Oh, nog acteren in charisma. Acteren oefenen. Als je dat hebt gedaan, dan moet je toespraak oefenen. Als je dat hebt gedaan, dan moet je gaan slapen. Net begonnen. Hey, Samina, Mina, Samina, Mina. It's time for Africa. Amina, Mina. Hey, Waka, Waka. Samina, Mina, Samina, Mina. Okay, new charisma. Up. Wat is dat hier? Kunt bekijken. Moet hij nog dingen doen voor zijn deadline? Oh. Naar klussen zoeken. Kleine lijst. En naar de wc. Gebruiken. Ik. Voltot. Wacht tot dat serieel van de wc af is. Oké. Nu kunnen wij op de wc gaan. Is
stop mit Slapping in der WC. Selbst Energie nodig. Oh, het laat een push-up serieus in bed. Slapen. Wat doe ik toch? Ben ik niet moe? Eerst even eten. Heb je gegeten, mocht je gaan slapen. Dan zie je rondlopen, man. Zo, nu slapen we allemaal gezellig. Oeh, Axel is bijna klaar met slapen. Dus die deel is in de helft. Wordt Axel weer wakker. Axel moet gaan werken, dat is waar. Had een melding van, vind ik leuk. Altijd een uur op voorhand opstaan. Dan zet je muig die tosti. Door dan met eieren op de tosti. Wat zijn we hier aan het doen? Aan het slapen. Ik denk aan een alpaca. Volgens mij denkt hij dan een clown. Of ik kijk gewoon in de spiegel. Alleen sturen, up. Hey. Ga werken, jongen. Je hebt genoeg gegeten. Dus denk je maar straks. Ik zal gaan werken. Maarten is goed. Goede sims zijn gelukkig. Als anderen ook gelukkig zijn, ze wilden weer al graag een beetje beter zien. Oké. Okay. Nee, we zien ons aan de rij. Stop en eet toast die op. Waarom kan ik je twee niet aanspreken over op het aanrecht te spreken? Sorry, je zit toch niks aan het doen. Hier, die poesjes is lekker, nee. Oh, niemand heeft een lief. Toen spreek ik over mensen eten. Maar geef hem toch maar een knuffeltje. Oh, zit er door? Ik snap niet dat je... Hup. Sport dan. Sit-ups doen. Ik snap het niet. Ik ga dus gewoon annuleren. Wacht, dan gaan we snel. Gewoon reizen. Reizen. We gaan reizen met Maarten, want we gaan naar een muziekbar, iets. Dan gaan we gitaar leren spelen. Yeah! En nu is het weer even wachten. Oh, nee, niet met heel leukjes in. Axel moet werken. Je zegt dat je niet wilt reizen? Ja.
Olha uma etcha raisa. Raisa. Fica ali. Oh, hey. Boop, boop. Oh, wat mogen we? We gaan naar Solani. Hier een leuke bandgroep. Oh. Nee, oké dan. Down Soul Valley. Hier, jongens. Hotteste punt van de stad. How was that we could be locked hard? Ik ben een beetje moe. Het mensenleven is gek. Ik hoor mijn stem zo mooi. En jullie horen mij precies een meisje. Aanzetten. Licht instellen. Goud. Wauw. Is hier een gitaar? Dat moet wel. Het is een singing lounge. Waarom is hier geen gitaar? Een viool. Dan moeten we denk ik maar nog eens gaan reizen, hè. But you knew it's me to feel the same. Ik weet niet of er hier een gitaar is. Wat is dat hier? Karaoke Black, daar is het niet. Lounge. My legs are too long. Let's bear it to me. Let's bear it to me. Wie is dit hier? Ouderen. Wie ben jij? Mixoloog.
We moeten toch maar eens beginnen te kijken voor een vrouw, hè? Want een room voor jou kopen, dat snap ik niet. We gaan praten met een mixioloog. We gaan het opzoeken. Hoe koop je room voor telen? Room voor telen en de Sims. Hoebei. Google Translate. Hoe koop... Wat vraagt naar het Engels. Hoe koop je room? Hoe staat dat daar? Room... voordeel. Hoe voordelen? Voordeel. Deel. In de Sims. In de Sims. 4. How to buy fame at Vantage in the Sims 4. Get fame. How does it work? That is sad. EA Game Changers program. Hi everyone, it's the English Sinner here, and in this video, I am going to be walking you guys through how fame works and the perks and quirks that we get with The Sims 4 Get Famous. Yeah. This video was actually recorded at an event down in London that EA sent me to and paid for my travel. So big thank you to EA for making this video possible for you guys. So this is my Sims fame panel. This kind of works the same way as the vampire perks did, but down the left hand side we actually have the celebrity level. So we have notable newcomer, rising star, D-lister, from celebrity, and global superstar. Those are basically the fame ratings of this hack. And then we move on to the quirks that you guys can actually unlock as your sim raises their fame level. I unfortunately didn't get too much time to actually experiment with fame points and see like how many you got every time you leveled up. But I'm fairly sure they are required by raising your Sims celebrity status, which we have already talked about. For example, jumping from... Nee, ik zal dat ooit wel eens opzoeken. Nu heb ik daar geen zin in, want dan... Ik zal dat ooit wel doen met de kopjes, dan kan ik eruit knippen. Jee, waarom? Staat daar iets anders dan normaal? Oké dan. Gitaarvaardigheden geleerd. Oh, ik heb mijn inventaris. Oh. Wanneer moet ik gaan werken? Vrijdag. Oh, DC.
plus tard, niveau 3. From the start, I'm gonna make a killing. Ooh. Mijn eerste beetje vriendelijker worden. Oh, Cyril Janssens. Zullen we bij Cyril Janssens gaan? Nou, weet je wat? Ik ga erbij. En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei, tjala's, doodles.